Hoi, dit is Bart. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat minder dan de helft van de kinderen voldoende fruit eet. Daarom is het hoog tijd om aandacht te besteden voor de nieuwe campagne van Albert Heijn. Zij zorgen met de actie Team Fruit in de voetbal.nl-app dat ouders zich vrijwillig kunnen aanmelden om fruit te verzorgen voor het team. Albert Heijn trekt de provincie in om gratis fruit uit te delen met de Team Fruit AHA ID Bus. Dit sluit aan bij de missie van Albert Heijn, samen beter eten bereikbaar maken. En draagt bij aan de ambitie van de KNVB voor een gezonde sportomgeving. Voetbal kan dus een belangrijke rol spelen. Meer info, neem een kijkje op ah.nl/teamfruit. Wij zijn gek op voetballers met nevenactiviteiten, maar nog nooit hebben we het gehad over voetballers die vissen. En gelukkig hebben we er één aan tafel. Het liefst zit hij als fanatiek visser aan de waterkant, maar tegenwoordig als technisch directeur vist hij vooral in de vijver der voetballers. En geen wonder dat hem dat goed afgaat, want de truc is hetzelfde. De hengel gaat uit, klein beetje aas, een hoop geduld en vissen maar. De ene keer achter het net, de andere keer gelijk beet. Maar hoe ziet het echte werk van de TD eruit? Hoe stel je met een klein budget een uitgebalanceerd team samen? We gaan het horen van een Feyenoord-icoon en van de inmiddels technisch directeur van Go Ahead Eagles, Paul Bosveld. Paul, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij bent een visser. Ik heb een beetje research gedaan. Ja, goed. Ik begreep dat jij vist samen met Klaas-Jan Huntelaar. Klopt dat? Ja, heel af en toe. Nu wat minder. Hij is nu achter het net vissen, zeg maar. Nee, maar serieus. Met hem heb ik wel regelmatig gevist. Vliegvissen dan. Alleen, iedereen is druk en het is lastig om te plannen. Dus de laatste tijd wat minder met hem samen, maar... Ja. Als we elkaar zien, hebben we het daar altijd wel eventjes over. Hey, voor de mensen die het niet weten, bijvoorbeeld ik, vliegvissen. Ik weet niet precies wat het... Ja, dat is een beetje zo'n lasso-techniek. En je vist eigenlijk als aas met een kunstvliegje. Okay. Dus je imiteert een beetje de natuur. Ja. Dus de vissen die aasen ook op insecten. Dat probeer je na te bootsen. En hoe ziet dat eruit? Als jij met de Klaas-Jan Huntelaar, ga je dan 's ochtends vroeg met elkaar de auto in? Of spreek je jezelf? Waar ga je vissen? Ik wil eigenlijk alles weten. Ja, destijds gingen we op de Eemhof bij Lelystad in de buurt. Forellenvijver, dus een beetje commercieel. Ja. Maar in Nederland kun je niet op forel vissen met vlieg. Dus dan moet je wel naar zo'n commerciële put. Ja. En we zijn ook wel eens in de buurt, in de Achterhoek geweest, bij Vassenveld. Dus... Ja, waar het maar kan, eigenlijk. En heb je dan zo'n heel pak aan, zeg maar, de kaplaarzen hoog? Ja, ook. Ja, het ziet er niet uit. Maar soms in de bellyboot, dus in zo'n soort van... daar zit je dan in. Met pedals of met een elektromotortje verplaats je dan. Ja, joh, ieder zijn dingetje. Robin van der Meer deed het ook, toch? Robin van der Meer. Die had een lokaasboot van 4.500 euro. Zoiets, ja. Ik weet nog, Nardo Gray was die. Ja, dat is weer een karpenvisser, denk ik. Ja, met die boilies. Ja, ik moet zeggen, ik vis al van jongs af aan. Dus voor mij is dit, toen ik hier in Rotterdam speelde en woonde, heb ik op het Oostvoornse Meer voor het eerst gevliegvist. Ja. En met iemand van de Beet, toen destijds was die hoofdredacteur, Pierre Bonsgeest. Helaas leeft hij niet meer. Maar die heeft mij eigenlijk eigen gemaakt met vliegvissen. Dus ik was gelijk verkocht. Vind ik toen een regenboog vooral best wel een sterke vis. En als je dat eenmaal meegemaakt hebt, dan ben je, tenminste ik wel in ieder geval, ben verkocht. Wat is de mooiste vis die je ooit gevangen hebt? Zalm, denk ik, in Canada. Hoe groot was die? Ja, niet zo heel groot op zich. Ik heb wel grotere vissen gevangen, maar de kracht van de zalm en de manier van vangen en vissen is gewoon geweldig. En is er dan ook nog een competitie tussen jou? Ik zit me er toch even voor te stellen. Ja, is altijd een competitie. Maar is de een ook beter dan de ander? En waarom ben jij dat? Volgens mij sta ik nog wel hoog op de ranglijst qua gevangen vissen. En dat is het aantal of de kilo's? Of ja, het aantal. Maar weet je, uiteindelijk stiekem ben je niet meer bezig, maar stiekem, ook wel wel. Waar hou je dat dan bij? Gewoon per keer dat je vist wil je gewoon meer vangen. Ja, ja. Lekker dus als jij de eerste hebt, het is 1-0 klaar. Ja, de eerste is sowieso altijd lekker, want dan weet je, ik heb in ieder geval al wat gevangen. Ja, ja. Maar dat blijft altijd een dingetje. Lekker, maar. Ja, mooi. Even kijken, vorige week hebben we het heel even gehad over stadionliedjes, het toezingen van spelers en een lichte ergernis daarover. Ik moet gelijk zeggen, ik had het over Lennart T op Let It Be. Dat schijnt al jaren te gebeuren in Zwolle. Dat heb ik natuurlijk weer gemist. Ik zag wel een andere leuke suggestie voorbij komen. Dat was
komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Ja. Was ook leuk geweest. Sterk, ja. Er kwamen sowieso echt leuke dingen binnen, moet ik zeggen. We komen hier de komende weken denk ik wel op terug. Zien jullie iets wat je herinnert ervan? Ja, achteraf dacht ik bij mezelf, we hebben het natuurlijk over gehad, maar toen ging ik over nadenken. En bij Feyenoord hebben ze dat best wel aardig voor elkaar. En dat bleek ook wel een beetje uit Twitter. Met reacties, ja. Reacties. Maar ik weet nog wel dat vroeger toen Sebastian Pardo bij Feyenoord speelde. Dat was hey ho, hey ho, Sebastian Pardo. De melodie van de Zeven Dwergen, weet je wel. Oké, ja. En ik zag eentje van Geertruiden voorbij komen. Die vind ik echt gruwelijk. Ja. Over dat hij op Zuid is geboren. En ik zag er ook eentje van Trauner voorbij komen. Dat vond ik misschien wel de allermooist. Yeah. En er zat één zinnetje bij dat vind ik gewoon mooi. Van hij is Slot zijn eerste keus. Hij heeft een pleister op zijn neus. Yeah. Ja, dat vind ik mooi. Maar het gaat over, dat is Anton aus Tirol. Ja, 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 Trauner aus Tirol. Trauner aus Tirol. Ja. Wat hebben ze voor jou gezongen, Paul, over het algemeen? He's here. He's there. Yeah, die, he's fucking everywhere, Paultje Bosveld. Die was bij Feyenoord. In het begin hadden ze een andere met klappen. Maar die werd al snel... het lied, zeg maar. Ja, en weet je, hebt ook in Engeland gespeeld bijvoorbeeld. Kwamen er andere liederen bij of was het hetzelfde? Nee, dat was vrij eenvoudig. Gewoon de naam en met klappen en niks bijzonders. Oké. Dat zeggen we, ik volg op Instagram iets van Liverpool en die spelen met zijn gitaar. Geweldig, ja. En dat zijn echt geweldige liedjes. Ja. Dat is echt heel compleet. Ja. En hier is het vaak één zinnetje. Dat is onze wens is dat ook een beetje in de Nederlandse stadion. Ja, maar ja, ik vind ook als je Engels hoort zingen is dat altijd... Zeker. Ik wil nog even eentje. Die is wel leuk. Op de tune van Baby Give It Up. Van de cultheld van NAC, Kenny van der Weg. Ja. Hij speelt inmiddels niet meer. En dat is... ik had op mijn telefoon even kijken. Is van, waarom gaat die jongen niet opzij? Hij Kenny van de weg. Van de weg, Kenny van... Ja, die is lekker. Ja, dus er zitten wel mooie dingen bij. En sowieso voor iedereen, als je een mooie suggestie hebt of je ziet iets voorbij komen, stuur het maar even in. Maar ik zou het leuk vinden als mensen gewoon het even opnemen echt. Ja. En dan sturen. Ja, ja, dat zou leuker zijn, want dat, ik weet niet, je moet toch een beetje gevoel erin leggen. Het liefst in het stadion, toch? Gewoon massaal gezongen en dan opnemen. Dat lijkt me nog beter. Op onze Instagram, corepodcast of Twitter. Of corepodcast@gmail.com. En stuur wat moois in. Dan, Thomas, jij was Thomas echt een Feyenoorder van ons gezelschap. En die zat al in het stadion toen Paul daar furoren maakte. Thomas, jij herinnert je daar van alles van? Ja, sowieso. Ik zat even over na te denken van tevoren. En een paar dingen die direct bij me naar boven komen zijn best wel random. Eentje is 1-0 tegen Ajax... in de halve finale, denk ik. Halve finale beker, ja. Oh, dat was mooi. Zat ik daar boven, precies bij die goal in de hoek. In het familievak. Wat voor goal was het? Ja, ik denk 1-2 of zo. Hij werd teruggelegd en toen kwam je van een beetje van de zijkant even van de keeper. Ja, een soort van slalom tussen snijden van de vaart en 1-2 volgens mij met Emmerton, als ik goed heb. Ja. Toen wreef je onder de hoek. Ja, dat was echt een lekkere goal. Mooie droge seinetje. Ja, was een mooi moment. Het bleef ook 1-0, denk ik, die wedstrijd. Volgens mij zoiets. Ja, was uiteindelijk de uitslag ook, ja. En het juichen, daar was ik sowieso net zo goed in. Het was lange neus maken richting toen nog het uitvak. Ja. Dus hoop gedoe nog over gehad daarna. Maar goed, in de euforie doe je gekke dingen. Heb je dat één keer gedaan? Of was dat gewoon standaard? Nee, dat was het. Wat ik zeg, ik was niet van het iets instuderen. Ja. Dus het was puur, ik weet het gewoon, gewoon in me op. Ook bij Sparta heb ik een keer... Ja, heb ik een keer een middelvingertje opgestoken. En, maar daar werd ik de hele wedstrijd uitgemaakt voor. Ja, dat kan ik niet hier herhalen. Maar, mag altijd. Maar toen maakte ik de 1-2. Ja. Daarna werd het nog 1-5. Maar het was echt een hele moeizame wedstrijd. Dus na die 1-2 kwam bij mij een beetje de frustratie. Terwijl ze zo netjes zijn bij Sparta. Dus je moet het bond gemaakt hebben dan, Paul. Nee, ik moet zeggen, vroeger, bij mijn vorige clubs had ik nooit problemen met Sparta. Maar ja, Sparta en Feyenoord, dat is natuurlijk, er zit een bepaalde frustratie. En een van de mooiste interviews na de halve finale tegen Inter. Dat ze in de UEFA Cup, ze vragen van, is dit de mooiste wedstrijd of de mooiste avond van je leven of zo? De mooiste wedstrijd van je leven. Die moet nog komen, zeg. Ja, ik hoop dat die nog komt. Ja, dat is echt zo. Ik had die DVD vroeger, dus ik heb dat zo vaak. Okay. Ik vind dat het grappig. Er zijn gewoon maar een paar onderwerpen waar jij echt zeg maar helemaal van gaat glunderen. En alles wat Feyenoord zeg maar een beetje begin van deze eeuw te maken heeft. Dan zit er ineens een klein kind op de bank. Was er niet ook iets met Don Leo wat je wilde ontrafelen? Ja, die komt zo. En nog eentje was...
Ja, dat is ook echt heel willekeurig. Maar die komt gelijk bij me naar boven altijd. Ik denk thuis tegen Newcastle in de Champions League. Volgens mij in mijn gedachten is het de tweede poolfase al. Dus vroeger had je twee poolfases. Dat je de bal echt een centimeter naschoot. Ja, op het eind was dat. Ja, als die erin was gegaan, waren we door geweest. Ja, klopt, ja. Ja, dat, ja, die, is dramatisch ervaring. Dat moment weet ik nog wel goed, ja. Dat ik echt dacht van, schandalig dat hij niet op goal is. Ja. Daar kan ik me nu ook soms echt enorm over opwinden. Ja, sommige situaties moet je gewoon op goal schieten. Als je dan gehouden wordt, ja, of geblokt, ja. Maar daar was ik wel ziek van, ja. Maar dat straalde dus blijkbaar wel een beetje van me af. Ja, maar ja, dus maar daar waren wij ook ziek van. Heel de familie thuis. En het laatste is, denk kampioenschap toen Leo Beenhakker trainer was. Toen die werd gejonas. Ging hem op de schouders nemen. Ja, toen schijnt er iets gebeurd te zijn tussen jou en... Ja, ik wou eerst zijn schoen uittrekken. En toen trapte hij me half tegen mijn wang aan. En toen ging ik aan zijn ballen draaien. Okay. En toen zei ik van, even kijken of je kloot hebt. En toen kreeg ik klap in mijn nek van, jou. Maar goed, ja. Dat zeg ik. Als ik in de euforie bij een klein kind, dan doe je gekke dingen. Ja, dat was toen ook. Maar Beenhakker was zelf ook zo gevat. En, dus die kon wel reageren. Die sloeg me gelijk in mijn nek. Is er een herinnering aan hem die gelijk in je opkomt? Zeg maar als je aan Leo Beenhakker denkt en gevat zijn of van die geintjes? Nou ja, ik heb er zelf altijd wel een beetje, krijg altijd een beetje kippenvel van. Maar als iemand de hele tijd hey pik zegt, dat was bij hem in het begin. Oh. Dus ik werd daar op een gegeven moment helemaal flauw van. Maar ja, bij hem kon je het gewoon hebben. Er kwam wel iemand binnen. Het was wel echt... het was gewoon zijn uitstraling. Het was gewoon echt een... Het kon mijn vader zijn, bij wijze van spreken. Ja. Ja, ook qua uiterlijk bijna. Maar ook gewoon qua doen en laten, hoe hij was. Bepaalde rust, bepaalde... het sociaal vaardige dat, wat hij had. Dat, ja, ik had er altijd wel een zwak voor, ja. Ja, die man die kon bizar praten, toch? Ja, met hem, is gewoon een fijne kerel. Ja. En echt ja, wat ik zeg, sociaal... Echt warm en ook wel humor en ook niet ingewikkeld doen. Blijf gewoon bij de basis. En, maar wel gewoon, ja, hij kreeg het wel altijd voor elkaar. Ja, ik weet dat Ronald Gaafland, die zei een keer tegen mij bij... zat ik er bij Excelsior niet zo lekker in. Waar wil dat? ik wou zeggen welk jaar, maar dat had alle drie de jaren kunnen zijn. Maar hij zei wat jij een keer zou moeten doen. Je moet een keer met Leo Beenhakker gaan praten. Die kwam toen nog wel eens bij ons denk ik op de training kijken. En hij had dan een soort anekdote over dat hij zelf denk ik... was die talentvolle keeper en dan sloot hij bij Feyenoord aan. Maar dan had hij net te horen gekregen dat hij toch derde keeper werd. En dan was hij even bij hem zeg maar, op kantoor geweest. En dan zei hij, liep ik uit en had ik het idee dat ik zeg maar, de toekomstige keeper van Real Madrid was. Dus hij had daar blijkbaar echt... Volgens mij hebben Thomas en ik exact dezelfde ervaring. We gaan het zo over technisch directeurschap hebben. En Leo Beenhakker was ook een tijdje technisch directeur bij Sparta. En we zijn allebei een beetje in een stroeve periode. En dan liep je echt even dat kamertje bij Leo Beenhakker binnen. En je ging verlicht naar buiten. Ik weet niet waarom, maar dat is magie, man. Ik weet, hij zei tegen mij alleen maar, je gaat niet zitten twijfelen. Ja, ja, ja. En dan geloofde hij dat. Ja. Als je eigen vader het zegt, dan denk je wat ja. Ja, dat is toch mooi. En even kijken, Fokker, wij doen die podcast natuurlijk al een tijdje. En er is één moment geweest dat jij iets hebt moeten rectificeren. Oh, ja. En dat is Paul Bosgeld was daarbij betrokken. En dan moet het ging over mij. Maar je hebt altijd van die figuren die praten over de ander. Dat vind ik altijd wel een beetje vervelend. En het wordt ook al vaak een beetje over dan gebracht. Tuurlijk, ja. En dan krijg je een beetje die imago van ja, dat ik geen respect zou hebben voor de hoofdtrainer destijds of voor mijn collega. Dat is nooit aan de orde. Alleen ik ben wel altijd een type die als het heel lang serieus is, dat ik dan zelf ook wel eens afhaak. En dat ik dan wel eens een domme opmerking maak. Ja, die situatie vaak genoeg gehad. Ja. Dus ik denk alleen, hij bracht een beetje zwart-wit. Dus ik kreeg het te horen. Ik was even... Moet die gek nou? Het slaat nergens op. Dat is een beetje overdreven, zeg maar. Maar goed, soms is het ook een langer verhaal, waardoor het ook genuanceerder is. Maar ik had dus zoiets gezegd, fuck it. Ik mag ook wel iets milder. Uh-huh. Ja, ik had om een beetje context te schetsen. Wij hebben toen een aflevering gemaakt over assistenttrainers ging het. En een van de dingen die volgens mij een assistent heel goed kan doen, is als een trainer inderdaad, het ging in dit geval dan om Fred Grim, en dat ging in die periode bij Jong Oranje, waar jij assistent was en waar ik dan nog wel eens bij de selectie zat. En hij was heel, op een goede manier, maar hij was heel serieus. En je had dan juist de kwaliteit dat je dat best wel lekker soms even die spanning zeg maar kon weghalen. En dat is volgens mij ook hoe ik zeg maar dat toen gebracht heb. Maar...
Maar dat is ook niet zo heel erg. En dat was ook wel zo. Alleen het kwam een beetje over alsof ik zeg maar hem een beetje voor lul zou zetten. Het laatste wat ik zou doen. Ja. Ik vind het wel een goede trainer. Alleen ik vond soms ook wel eens dat ik dacht van joh, kom op. Mag wel wat los. Ik vond wel leuk, want een van die, weet je, waren die podcast een beetje aan het voorbereiden. En misschien heb ik dit verhaal ook zelfs al wel een keer verteld. Maar ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment speelden in Cyprus was dat. En we hadden die kwalificatie gehad. En we hadden best wel een goed team, maar we konden ons niet meer kwalificeren. We waren helemaal uitgespeeld. Dus we kwamen op een zaterdagmiddag aan daar. En we waren nog geen één keer eigenlijk in die hele periode op stap gegaan. En we hadden het met jou wel eens over een beetje over verhalen van vroeger. Dat het toen wat makkelijker was. En wij wilden toch een keer gaan. En om een beeld te schetsen van wat voor een assistent trainer jij was. Ik weet nog precies dat we zaten in zo'n heel groot hotel. En wij zaten een beetje te pushen van Paul, ga nou even mee. Kom nou even mee. En jij liet het een beetje in het midden, maar je kon dat niet maken. Maar je kon ons vervolgens wel vertellen dat jullie met z'n allen bij het zwembad zaten. Zodat we dus niet de achteruitgang moesten nemen. Maar gewoon lekker door de hoofdingang naar buiten konden. Ja. Dat we even... Ja, ik had je hoger ingeschat dat je dat zelf al lang door had. Nee, ik was absoluut nog een beetje naar buiten helpen. Ik was aan het beginnen nog op dat moment. Ja, want daar hadden we het voor de uitzending even over, zeg maar, de generatie waarin jij hebt gevoetbald. Dat was toch net de generatie waarin het allemaal wat makkelijker was om even lekker op pad te gaan met die gasten. Ja, om af en toe in de kroeg te hangen, zonder die telefoontjes, zonder die camera's. Ik bedoel, had jij het prettig gevonden om in deze tijd voetballer te zijn geweest? Nou ja, ik denk dat je opgroeit in een bepaalde periode waar het allemaal normaal is. Ja. Kijk, als ik mijn kinderen nu zie hoe die met een iPad omgaan of iPhone. Dat is natuurlijk een andere categorie dan... maar weet je, ik ben in een periode opgegroeid waarin zeg maar, met name eerste divisie gewoon bijna amateurvoetbal was. Ja. En toen was de derde helft misschien nog wel belangrijker dan de eerste twee. Ja, dus dat is een hele andere generatie. Ja, uiteindelijk rol je erin dat het steeds professioneler wordt, dat het hoger niveau wordt. Kijk, in de voorbereiding hebben we ooit eens een keer een maritiem toernooi in Den Helder. Waren we op stap geweest. Deden we een avondwandeling. Volgende dag moesten we finale met FC Twente. Ja, kwamen we langs een of andere strandfeest. Nou, godsdamme, wij liepen allemaal die apenpakjes. Nou, snel naar het hotel. Even het, even wat moois aan. Het goede setje aan. Ja. Van No Access. Ja, is lekker. Oh, ja, tuurlijk. Up mee en gaan. dus dan ga je terug. En de volgende dag, ja, weet je, dan moet je op je tanden bijten. Ja. Dat deed je ook gewoon. Ja, ja. Maar ja, en daar kweek je ook wel een bepaalde hardheid door, denk ik. Ja. Je kon echt wel soms een beetje pijn lijden. Ja. Maar het was ook gewoon die tijd waarin je was opgegroeid. Ja, klopt. Ja. En gelukkig, ja, die telefoons, ja. Het heeft ook zijn voordelen, maar ja, als ik soms ook mezelf zie, dan denk ik van, leg dat ding nou eens weg. Ja, en van de derde helft krijg je nadorst over het algemeen. En dan, ja, het is al genoemd, dan heb je maar één ding nodig. Air-up. Dan wil je lekker een beetje extra water drinken. Air-up, ja, zeker. Dat doe je vaker tegenwoordig, Thomas. Ja, lekker man. Mm-hmm. Ik zie jou ook de hele dag gaan drukken. Maar Bart, jij bent sowieso echt een waterdrinker. Enorm, ik heb het een beetje moeten leren. Ja. Mede door Air-up gaat dat een stuk beter. Maar dus, ja. Jij bent echt... Ik zie jou alleen maar water lurken. Ik loop altijd met een flesje, uiteraard. En zeker op een wedstrijd, zeker als het warm is. En ik weet al, komende zondag, we spelen om 3:30 of 4:45. En ik weet het wordt warm. Dan ga ik eigenlijk op zaterdag al echt veel water drinken. En op zondag ben ik eigenlijk de hele dag uit mijn fles aan het drinken. Om maar te voorkomen dat ik heel veel dorst krijg. Hoe vaak vul je dat flesje bij dan? Ik kom wel echt op ook. Ik heb Vince Jans wel eens horen zeggen dat hij op 5 liter zat. Daar kom ik niet aan. Maar 3,5 kom ik wel aan. Ja. En dat helpt natuurlijk, hè, als er een klein smaakje bij zich. Ik zou gewoon iedereen aanraden om tijdens de training 3 keer een hele Airup-fles leeg te drinken. En stel ook in, we hebben, check even de show notes. Kortingscode, KORPOT10, ben je er helemaal bij. Zat er weer bij. Dankjewel. Oké, Paul, voordat we verder gaan over technisch directeurschap, toch even één moment wat ook een beetje symbool staat, of niet symbool staat, maar wat een... wat vaak over jou wordt gezegd, en dat gaat over die wissel tussen Nederland en Tsjechië. Jij gaat eruit, Arjen Robben gaat eruit, jij komt erin. En het hele land valt over Dick Advocaat, die de bondscoach is. En dagenlang van gezeik. En ik las vandaag nog terug, werd Jan Mulder riep dat ze hem hadden, Advocaat hadden moeten stenigen. En het werd een heel groot ding, zeg maar. Maar eigenlijk hebben we nooit gehoord van, jij was aan die andere kant van de wissel. Uh-huh. Ja, hoe jij dat hebt beleefd, wat er van jou, hoe dat voor jou is geweest. Ja, weet je, er gaat een heel verhaal aan vooraf eigenlijk. Ja. Ik was speler die op de reservelijst stond. Van Bommel viel uit. Voor het eindtoernooi alleen al. Ja, om zeg maar mee te gaan naar Portugal.
Dus ik was met mijn toenmalige vrouw nog, mijn ex dus, in Barcelona een weekendje weg. Ik woon nog in Engeland. Mooi plekje, hè? Voetbal. Barcelona. Dat was geweldig. Ja. Dus was, ik voetbalde bij City en ik was 100 keer gebeld door Joris. Maar ik denk, ja, het zal wel. Toen hadden we dus een mobiele telefoon. Ja. En appjes. Hebben we een soort van paniek terugbellen. Dus uiteindelijk teruggebeld. Ja, je moet morgen vroeg, zondag kwamen we terug. Maandag moet je melden bij de arena of all places en in die pub en daar gaan, van daaruit gaan we op trainingskamp. Dus ik had helemaal niks, alles lag op het trainingscomplex van City. Dus ik moest die bewaker bellen om mijn voetbalschoenen op te halen, hele zooi zeg maar, schemerschermers noem maar op. Dus het was echt een last minute call. En mijn relatie met Dick Advocaat toen was gewoon heel moeizaam. We hadden gewoon niet zo'n goede band. En toen dat toernooi, ja... Jij vond het wel lekker dat die er slecht uitpakte. Nee. Want kijk, de advocaat was vanaf dag 1 de kop van Jut. Dat was rondom dat hele toernooi, was alleen maar negativiteit. Uiteindelijk halen we de halve finale. Je moet niet zeggen hoe, het zag er ook niet uit. Maar uiteindelijk haal je dat wel. Duitsland was toen volgens mij uitgeschakeld, zoals al eerder. Maar kijk, en dat was gewoon een feit. Hij was gewoon eigenlijk, hij werd heel erg gezocht. Er was een groep zeg maar in die selectie die had het idee, nou, als we nu gaan barbecuen en er is buikloop, dan zijn er nog maar 3 over, dan speel ik nog niet. Zeg maar, zo'n groepje zat er bij die selectie. En daar bleven we ook best wel een beetje lang en werden we af en toe, hey, je moet nou naar bed, 11 uur. Maar jij hoorde bij de groepje. En ik zat ook bij de groepje en Kluivert en Pierre van Hooijdonk een beetje en Sander Westerveld. Ja. En, ja, maar het had hartstikke gezellig. Dat is een mooi groepje om achter ja, we zaten in Albufeira, natuurlijk hartstikke mooi weer en het was allemaal hartstikke gezellig. Alleen ja, dus ik had het sowieso niet het idee dat ik überhaupt, en je hebt dan zo'n fase dat Van der Vaart en de Snijder een beetje eigenlijk het podium zouden moeten pakken. En ja, dan speel je eerste keuze tegen de reserves. Ja. Ja, dat ging ook niet goed. Dus toen raakte hij ook een beetje, zeg maar, een beetje daar in twijfel. Maar uiteindelijk met die wedstrijd merkte je gewoon, Tsjechië was gewoon hartstikke sterk. Gewoon een prima team. Dat hebben we later in, even kijken, daarvoor ook 2000 kwamen we er goed weg. Het was gewoon een prima team met Kollen, met al die echt goede spelers gewoon. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon toen defensief wilde wisselen. Dus eigenlijk middenveld erbij, aanvallen eraf. Maar hij haalde de beste man van het veld eraf. Ja. Dus dat was natuurlijk best wel een foute keuze. En zeg maar, het hele toernooi was rommelig en negatief. En gewoon in de staf merkte je ook dat het niet helemaal lekker zat. Ja. En die wissel was best iets voor te zeggen. Alleen pakte helemaal verkeerd uit. Heitinga kreeg rood. Schiet een bal in de kruising. Op het einde fout uitverdedigen. En scoren ze uiteindelijk de 3-2. En toen was het, maar goed, uiteindelijk haalde je nog de kwartfinale. Maar ik ken jou verder niet persoonlijk. Maar je komt bij mij altijd over een beetje stoïcijnse man. Hè? No nonsense. Maar dan toch kan ik me ook voorstellen als dat hele land loopt te zeiken. Het was echt pittig volgens mij in die tijd over die wissel. Ja. Doet dat ook nog met jou persoonlijk iets? Van ja, dat gaat ook over jou natuurlijk. Tuurlijk doet het je wat, want je vindt het toch irritant dat jouw naam wordt in de ene adem genoemd. Ja. Ik kon daar niet zo heel veel aan doen. Dus die bal in de kruising van Broncos die met uitverdediging een bal verliest en uiteindelijk scoren ze eruit. Nog een rode kaart van Heitinga gaat tussendoor. Ik zou niet zeggen dat ik nou echt een fantastische wissel was, maar uiteindelijk, die wedstrijd die kantelde gewoon. Dat was niet meer te houden. Ja, ja, ja. En alleen de fout was dat die Robben eruit haalde. Maar ik denk, het was ook wachten op een moment dat ze hem helemaal konden lynchen. Hè? Dat stenige, dat zijn natuurlijk uitspraken. Dat je denkt van, je bent niet goed wijs, man. Zo was het allemaal op de man af. Wij gingen daar in het begin 's morgens trainen. Later werd dat 's avonds, omdat het daar zo dezelfde temperatuur als hier is. Maar we gingen 's morgens, zeg maar, kwam advocaat de bus in. Dan had hij alle kranten gelezen en alles gehoord van de perschef. Dat leek net of hij 20 ecstasy-pillen op had. Die stuitte door die bus. Was helemaal opgefokt van alle shit die weer werd geschreven. Ja, maar kwaad was die? Hij merkte gewoon dat hij mega opgefokt was. En terecht, want het sloeg ook helemaal nergens op. Jullie een beetje voeren. Maar er was geen voer meer nodig. Hij zat al tot aan zijn oren vol. Oké, dan gaan we het over jouw
je huidige vak hebben, technisch directeur, de technisch directeurschap. Ons beeld van de technisch directeur, zoals we dat al jaren kennen zeg maar, in de voetbalwereld, dat is de man die af en toe op de training komt kijken, maar meestal op het stadion is en de hele tijd zijn telefoon aan zijn oor heeft, aan het bellen is, aan het mailen is. Maar nooit weten we echt precies wat daar zeg maar gebeurt. Kan jij een beetje schetsen wat er in jouw mailbox omgaat en wat er in jouw telefoon omgaat? Waar wordt de hele tijd over gesproken en met wie? Ja, weet je, de mailbox is tegenwoordig ook je telefoon. Ja. Dus WhatsApp en mail, dat is eigenlijk het meeste wat er aan verkeer binnenkomt. Ja. En dat is ja, toch wel het meeste vaak zaakbenemers die een speler neer willen leggen, een speler willen aanbieden of stage willen vragen voor een speler. Zijn vaak niet de beste natuurlijk. Maar dat weet je, dat vind ik al gelijk boeiend. Dat weet je natuurlijk op voorhand niet. Ik kan me zo voorstellen, komen misschien wel in de transferperiode komen er wel 20 per dag. Ja. Die zeggen, hey, ik heb nog een speler, ik heb nog een goede linksback, ik heb nog een goede rechtsbuiten uit Frankrijk, derde niveau, weet ik het wat. Maar je weet natuurlijk, hoe ga je ermee om dan? Weet je dat gelijk? Of? We checken ook alles hoor. Kijk, we hebben een soort van methode op een gegeven moment gecreëerd. Toen ik begon in december 2017, ben je gewoon blanco, hè? Ben je zo groen als gras, op dat vlak tenminste. En dan probeer je te oriënteren bij collega's die je dan kent, zoals Max Huijs, Nico-Jan Hoogma, Martin van Giel. Dat zijn mannen ben ik langs geweest en gevraagd van hoe werken jullie, hoe werk jij, hoe werken jullie als club. Mm. Daar gewoon voor mezelf de positieve goede dingen uitgehaald en die ook goed passen bij Go Ahead. Maar iedere speler leg ik neer bij onze datascout, die filtert hem op basis van zeg maar, Go Ahead kenmerken, die ook niet schokkend anders zijn dan andere clubs, denk ik, maar ja, soms zit het in kleine dingetjes. En van daaruit kunnen we al vrij snel zien of die interessant zou kunnen zijn. Nou, als dat het geval is, dan komt hij op een actielijst en dan gaan we hem bekijken. Hiervoor met InstaScout, nu is die overgenomen door Wisecout. Van die programma's om te beelden te kijken. Kun je eigenlijk van iedere speler alle beelden, fragmenten en soms zijn die ook nog onderverdeeld in. Zeg maar schoten, passing, tackles, luchtduels, noem maar op. Dus dan kun je een speler echt goed bekijken over een hele periode. Vaak zijn alle beelden gewoon beschikbaar. Ja, en dan krijg je wel een eerste indruk. En vaak word je getriggerd, ja of nee. Fokker, jij moet een van de eerste spelers zijn die op gesprek moest dat bij wel, technisch directeur Paul Bosveld bij Go Ahead Eagles. Ja, want ik zat in dat, ja, zo ongeveer denk ik het slechtste jaar van de clubgeschiedenis van Go Ahead zat ik daar. En ik speelde ook helemaal geen minuut. En ik was gekomen het jaar daarvoor met het idee van die wordt een jaar gehuurd. En dan eventueel als het goed gaat, dan zou ik daarna misschien bij Go Ahead blijven. Maar na 3 maanden was de trainer eruit, de technisch directeur was eruit. En ik kende Paul redelijk goed van Jong Oranje. Maar ik weet nog wat ik dat gesprek, dat was in een cafeetje in Deventer. En ik had natuurlijk ergens, je voelt zelf donders goed aan van wordt dit positief of niet. En het was helemaal niet goed geweest. Maar wat ik heel relaxed vond, want ik weet nog dat ik in die tijd ook met wat mensen uit de technische staf heb gesproken. En daar merkte je van, oké, die zeggen op dit moment niet de waarheid. Dus die zeggen wel van, ja, weet je, we zien het in je zitten. Maar je hoort tegelijkertijd ook erdoorheen van, je zit dat zelf ook, die ervaring hebben als een trainer met je praat en hij ziet het echt in je zitten en ze willen je houden, dan merk je dat direct. En als iemand het een beetje zo half-half een beetje verpakt. En ik weet nog heel goed dat we gingen daar zitten in dat café. En jij was heel duidelijk van, joh, ik vind je echt een hele leuke vent. Maar het is op dit moment gewoon niet, het was afgelopen jaar niet goed genoeg en we kunnen dat risico niet nog een jaar nemen. En dat was dat is natuurlijk vervelend om te horen, maar dan weet je wel waar je aan toe bent. In plaats van die 3 weken daarvoor moet je even met de ene assistent praten en met de trainer en met de keepers trainen. En die zegt dit en die verpakt dat een beetje. Dus wat ik me daarover afvroeg, je zal ongetwijfeld zulke gesprekken uiteindelijk veel vaker gevoerd moeten hebben. Is dat iets wat jou van nature heel makkelijk afgaat? Maar slecht nieuwsgesprekken, vind je dat moeilijk? Vind je dat? Nee, vind ik vreselijk, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik altijd mezelf voorhoud is dat ik mezelf in de spiegel aan moet kunnen kijken. Dus ik wil altijd wel zeggen waar het op staat, zonder. Kijk, je kan dingen zeggen zoals ze echt zijn, hè, 100%. Dan ga je soms misschien ook mensen beschadigen. Dus je probeert altijd wel de scherpe kanten ervan af te halen, maar wel duidelijk te zijn. Maar ik heb ook wel eens assistenttrainers niet verlengd. Ja. Wat ook in privé sfeer vrienden waren. En dat is uiteindelijk, ja, dat is wel heel lastig. Ga je dan ook in een café zitten en zeggen, maat, nee. we gaan het anders doen, weet je wel? Of hoe doe je dat? Op welke manier pak je dat aan? Nee, dat is wisselend. Kijk, zoals die vrienden heb ik thuis uitgenodigd.
Ik ben een keer bij de andere bij hem thuis geweest. Een keer op stadion. Dat is maar hoe het uitkomt. Kijk, dat is een beetje de setting proberen te zoeken. Ja. Maar het is ook het moment. Kijk, als het moment daar is, dan moet je het bespreekbaar maken. Ja. Dan moet je het ook gelijk gewoon zeggen. Ja. En dan is het soms ook niet echt top om te horen. Maar dan kun je wel verder. Ja. Daar ben ik zelf ook altijd van geweest. Soms moet je even slikken, maar dan kun je wel serieus door. Het hoort ontegenzeggelijk bij jouw baan om gewoon dat soort harde keuzes te maken. Maar je bepaalt in zekere zin wel mede de toekomst van sommige spelers en van sommige trainers. Zeker, soms houden carrières gewoon op bij jou, zeg maar, bij jouw beslissing. Nee, 100%. Dus daar ben ik me ook van bewust. En ik ben wel, ik ben wel vanuit mijn persoon, zeg maar, wel menselijk. Mm-hmm. Dus ik probeer spelers ook echt wel te helpen nog. Ja. Goede oplossingen te vinden. Alleen dat lukt ook niet altijd. Hè? Ja. Dus dat is ook het lastige. Kijk, als je bij ons aan de achterkant uitstroomt, dan wordt het wel lastig om weer wat te vinden. Ja. Ja. Dan even gewoon het proces van jouw werk. En ik weet zeker, mensen vinden dat interessant om te horen. Ik speelde vroeger ook altijd van die voetbalspelletjes waarin je de technisch directeur was. Het zit zo, je krijgt een spelersbudget aan het begin van het seizoen. Daar moet je het mee doen. Je hebt een selectie die niet helemaal compleet is. Je hebt een linksback nodig, een rechtsbuiten nodig en een spits nodig. En dan is het aan jou, Bosveld, om het uit te vogelen, zeg maar. Nou, ik vind het gewoon interessant. Jullie hebben besloten, we hebben een spits nodig. Ik denk, die Lidberg is vertrokken naar Utrecht. Jullie hebben een nummer 1 spits nodig. Hoe gaat dat proces dan vanaf het begin? Je komt uiteindelijk uit op Victor Edwardsen van Jew Gardens. Mm-hmm. De beoogde nummer 1 spits of de nummer 1 spits. Ja. Hoe is dat, hoe gaat het proces dan van het begin tot het einde? Ja, we zijn nu al volop bezig met het nieuwe seizoen. Ja. Zeg maar het seizoen hierna. Okay. Ja. Dus je kijkt eigenlijk wat een beetje uit contract loopt, waar interesse voor is. We hebben 2 spelers verlengd, maar eigenlijk de intentie ook voor de spelers is dat de volgende window, in de zomer in ieder geval, stap gaan maken. Mm. Dan kijk je al gericht naar die posities en dan ben je aan het kijken van wat is haalbaar. Nou, goede spits is gewoon heel veel lastiger. Dat is gewoon de categorie die echt mijn kop en schouders bovenuit steekt. En als een spits goed is en die gaat kiezen voor Go Ahead, dan zegt het al dat die niet zo heel goed is, eerlijk gezegd. Ja. Dus voor ons is dat gewoon hartstikke lastig. Ja. Kijk, wij kunnen eigenlijk alleen maar spitsen halen die het nog niet hebben laten zien. Ja. Dus dat is altijd een soort van gokje. Ja, maar potentie zien. Of je moet iemand hebben die een blessure heeft gehad. Ja. Of even buiten de boot valt. Ja. En hij viel een beetje buiten de boot bij die club. Ja. En die club heeft hem zelf aangeboden op Transfer Room. Dat is een programma waarin je direct met de andere clubs kan schakelen. Ja. Dat je ook spelers kan soort van in de markt kan zetten. Mm-hmm. Dus je kan zeg maar naar jou sturen. Ja. Ik heb Maarten de Fokkert. Heb je interesse? Dit is het bedrag wat je kwijt bent. Dat is een soort transferlijst van online soccer manager. Ja. Lijkt een beetje waar iedereen. Oké, maar kijk, je zegt. Sparta zit daar ook bij, volgens mij, toch? Denk ik. Er zitten heel veel clubs, Heerenveen, AZ. Maar die criteria die je net schetst, daar vallen 5000 spitsen onder, zeg maar, wereldwijd. Of 800, weet ik veel. Alleen uiteindelijk kom je bij die ene uit. En dat wordt dan aangeboden via Transfer Room. Dan ga je dat bekijken en discussiëren met misschien wel 10 andere spitsen, denk ik zo. Die mogelijk potentieel jullie spitsen. Veel meer hebben we bekeken. Kijk, uiteindelijk gaat het om, zoals ik daarnet al zei, beoordelen ze. Hoe wordt hij beoordeeld? En vinden we het een spits die ons weer wat beter maakt. Ja. Nou, vanuit onze scouting vonden wij dat hij completer was. Voetballend wat beter overzicht, iets beter dan Lidberg. Lidberg gaf aan dat hij per se de stap wilde maken. Hij ging later zelfs een beetje druk uitoefenen. Dat Utrecht was ineens een droomclub. Ja, prima. Dat kan. Maar goed, daardoor waren wij al best wel verder gevorderd dan anders. Omdat we ervan uitgingen. Hij wil gewoon die stap maken. Wat bedoel je met een beetje druk uitoefenen? Gewoon dreigen? Gewoon naar ons toe komen. Ik wil echt gaan. Jullie vragen te veel. Wij vragen gewoon reële bedragen die wij vinden voor een eredivisie-spits die 2 seizoenen heeft gespeeld. Dat is wel grappig, want dat is toch wel iets wat je in de kleedkamer best vaak hoort. Als een jongen het goed doet en dan lees je op internet van, hey, luister, er is interesse, ik noem het voor je, Vito van Krooi. Ja. De club wil dit hebben. En dan komt hij in de kleedkamer van, hey, what the fuck man, ik ben net bij die TD geweest, die is knettergek. Hij wil 1,5 miljoen voor me. Dat is echt heel vaak. Maar je hebt dan toch het idee,
dat zo'n TD dan wel zeg maar een heel reëel bedrag vindt. Het is best wel grappig dat er dan zo'n totale soort van mismatch is tussen speler. Ja, maar een speler heeft het belang bij dat het bedrag heel laag is en een TD heeft het belang bij dat het bedrag heel hoog is, toch? Want die speler ik snap het ook wel, maar het lijkt op dat moment alsof ze het allebei echt een heel gewoon een heel reëel, heel reëel bedrag vinden. Ja. Dat hoeft niet per se, want als je uiteindelijk deelt zeg maar in de transfersom, dan is het ook wel weer interessant. Ja, spelen, kijk, het lastige is zo. Het is gewoon een feit dat het shirt bepaalt ook de waarde van de speler. Dus of een speler van Go Ahead verkocht wordt of eentje van Utrecht, dan ligt het bedrag al 4-5 keer hoger. Ja. Ja, dat dan maar accepteren. Hoe bepaal je nou? Hoe bepaal je nou zo'n prijs? Utrecht belt jou op. Jordi Zuidam, die belt jou op. Ja, die belt mij op en dan zeg ik, je moet bij Van Dop weten. Je moet mij niet lastig. Maar toch weet je ervan. Ik ga daarin mee. En ik ben ook wel zoiets van, dan maar niet. Hè. Kijk, en uiteindelijk probeer je er wel uit te komen. Maar vraag je dan niet aan Van Dop, die zegt dan, laten we zeggen, het is fictief. Hè? Dus die zegt 1,5 miljoen. Hoe, op basis van wat wordt dat nou precies bepaald? Dat is mij echt nog altijd onduidelijk. Nee, maar dat is ook een beetje gewoon... Kijk, gewoon een beetje gevoel. Uiteindelijk, als jij een langer contract hebt, kan je als club natuurlijk vragen wat je wil. Dat snap ik. Ja. Maar je probeert wel een beetje reëel vergelijkbare transfers van gelijkwaardige clubs naar gelijkwaardige club wanneer het toe gaat. Dat het een beetje reëel is. Ja, en je denkt ook, Utrecht komt, dus dan ga je ook een beetje nadenken natuurlijk van, wat kunnen die betalen? Ja, goed. Als iemand anders zou komen die minder kan betalen, Maar als ik bij een Porsche dealer kom en gaat die verkoper ook niet denken van, wat kan hij betalen? Ja, weet ik niet. Ja. Uiteindelijk maak ik de keuze om daar naar binnen te gaan. Dan moet ik ook zorgen dat ik genoeg in mijn portemonnee heb. Ja. Dan ga je ons opzalen eigenlijk met het probleem van degene die wil kopen. Denk je, je hoeft nooit van iemand anders het probleem je eigen probleem. Nee, dat lijkt me niet. Nee. Dan nog heel veel, zeg maar, concreet naar die spits toe. Want dan heb je hem, je hebt het in het vizier, lijkt een interessante speler. De data scout gaat er ongetwijfeld naar kijken en zegt, hij is groot, sterk en snel. Daar begon het mee, dus data was positief. Ja. Beelden gekeken, de DNA, Go Ahead, een beetje rauw. Loper. Lopen, fysiek, scoort bijzondere goals, zo nu en dan. Bij ons merkte je gewoon dat hij heel veel moeite had in het begin om aan te klampen, met name fysiek, intensiteit. Je ziet hem gewoon nu sterker worden. Hoort dat bij het Go Ahead DNA af en toe bijzondere goals scoren? Nee, maar wel de bepaalde drive. Maar als je af en toe een bijzondere goal scoort, dat wordt wel gewaardeerd. Is mij niet gelukt. Overal. en ben je hem ook, ga je hem dan ook live bekijken een keer? Dat is wel het ideaal plaatje, maar soms heb je daar ook niet de tijd voor. Okay. En dan zeg maar, dan hebben jullie allemaal de klap opgegeven, de som wordt betaald. Dan vraag ik me af, gewoon gevoelsmatig, hoe zeker ben je van het slagen van zo'n transfer? Als je daar een percentage aan moet geven. Kijk, ik snap het. Als jij een Mbappé hebt gehaald, weet je, dit is 100% gaat dit slagen. Je snapt de vraag. Hoe zeker ben je van het slagen van zo'n gast? Ja, dat is wel lastig. Ik denk, het is echt natte vinger. Maar ik denk 65% zoiets. Okay, ja. Kijk, uiteindelijk moet je ook iets de tijd gunnen. Dat vind ik wel een manco in de voetballerij. Dat mensen heel snel oordelen. Het zijn nog steeds geen robots. De jongen is nog steeds maar 27 jaar. Komt vanuit een heel ander land, andere cultuur is hier. Dus weet je, ik word daar nooit zo zenuwachtig van als dat even duurt. Thomas, we hadden het net over scouten even. En ik begreep dat het oog van Verharen is ook weer wat opgevallen. Het eerste wat mij is opgevallen is die ene loopactie van Denzel tegen Ierland. Oké, ik heb het gemist. Ik weet niet of jullie de wedstrijd hebben gezien. Waar de penalty uitkwam. Ja. Schets even de situatie. Ik weet niet eens wat er precies gebeurde. Ik weet, volgens mij omschakeling of Cody Gakpo kreeg de bal vanaf de linkerkant. Ja. En die dribbelde naar binnen en uiteindelijk stak hij de bal op Denzel. Maar die liep weer ergens in de spits en die maakte als enige door het centrum een loopactie diepte in, waardoor die 1-op-1 kwam met de keeper en daar kwam penalty uit. Maar gaat ze weer te scannen, die verdedigers? Charles rechtsback. Ik vind dat zo. Ik blijf me daarover verbazen bij hem. Gewoon vooral over de positie waar hij, zeg maar, uitkomt. Waar die uiteindelijk uitkomt, ja. En dat, gewoon helemaal aan de binnenkant, gewoon letterlijk in de spits, ging die diepte in. Dus dat vond ik mooi. Hmm. Maar er is me nog iets anders opgevallen. Dat kan Paul ook onmogelijk ontgaan zijn. Dat is
blouseje van Maarten. Je bedoelt mijn No Access blouseje. Ja, ik zie jullie ook allemaal zweten. Je wordt steeds rooier. Maar met het is ook die kleding die ademt. Hij ademt. Het is heerlijk. Ik heb een wit t-shirtje van No Access. Ik heb een klein jackje aan. Climate control. Het is geweldig. Ja, mooi. Vind je ook mooi, Bart, of niet? Uitstekend, ja. Maar Paul's shirt ademt niet vandaag. Dus we hebben een mooi pakje voor hem klaar liggen. Gaan hem lekker aankleden straks. Oké, waar kan hij dat vinden? In de show notes. En mooi. Het is www.no-access.com. Lekker. Ik kreeg wel allemaal vragen van tevoren doorgestuurd. Maar beter kledingvoorschriften. Het is aan de warme kant vandaag. Wel iets heel anders, Paul. Ik zat van de zomer... Ik luister vaak naar de Peter Crouch podcast. Daar zat ik van de zomer naar te luisteren. En daar was de gast Sean Wright Phillips. Rechtsbuiten oud City speler, Engels elftal speler. En ze hadden daar een spelletje, dus ze moesten een top 5 maken van bepaalde spelers. En dit keer ging het over top 5 Mavericks. En dat is zoiets als een beetje onafhankelijke, gekke zielen in het voetbal. Een beetje de idioten uit de voetbalwereld. En hij is een oud teamgenoot van jou en hij twijfelde geen moment. Hij zei op 1 Paul Bosvelt, op 2 ook, op 3 ook, op 4 ook en op 5 ook Paul Bosvelt. En dan ben ik toch benieuwd, hoe komt hij daarbij? Het is een beetje lastig om voor een ander in te vullen. Snap ik, ja. Ja, het was een mooie tijd voor mij, zeg maar. Waarin ik wel heel een beetje aan mijn einde van mijn carrière dacht ik was. Ja. Ik was 33 toen ik daarheen ging. En hij was echt upcoming. Hij was echt wel de rising star toen. Hij zat naast me in de kleedkamer. Hij was gewoon echt een super leuk ventje. Hij was een heel klein... 9-uurige jongen, dus ik noemde hem altijd Webster. In mijn jeugd had je Webster op een serie. Ja. Zo'n guitig kopje, dat had hij ook. Dus, weet je, dat is de kleedkamerhumor die je hier in Nederland gewend bent. Ja. Die hun daar toch wat minder hadden. Ja. Er zat een hele grote groep Fransen in dat team. Dus ik trok wel veel met jonge gasten op. En gewoon een... Leuke klik en van allerlei gekkigheid. En zou jij, zeg maar, als technisch directeur nu een speler van jouw profiel interessante speler voor in je selectie vinden of juist niet? Nou, ik zelf, heb ik het vooral over je persoonlijkheid? Niet over je persoonlijk. Ik zelf wel, maar ik denk dat de trainer het misschien iets lastiger vindt. Aan de andere kant was ik voor een trainer volgens mij nooit echt, misschien soms wel vervelend buitenom, maar in mijn voetbal... Stond ik er wel, zeg maar. Ja. Ik heb echt wel mijn mindere wedstrijden gespeeld, maar ik ging altijd wel eens de brandweer. Ja. Alleen ik was soms wel echt super vervelend. In wat voor opzicht dan? Ja, gewoon... weet je, soms moet je gewoon even tot 10 tellen, even stil zijn of even geen grappen. Of, daar had ik soms wel moeite mee om, zeg maar, even gedijst te houden. Ja. Dan had ik toch te veel adrenaline of zo en... Denk weer iets doms, waarvan ik later dacht van... Oh, zoals wat? Tackelen, schelden? Ik heb ooit een anekdote, ook wel eens vaker verteld. Het was na de nederlaag tegen Stuttgart. We verloren thuis met 3-0, hadden we uitgewonnen 3-1. Dat was met Leo Benak en ik zat naast Kees Verwonderen. En ik, met een vriend van mij, die had toen de Pimpelaar in Barendrecht, gingen we eigenlijk iedere maand één keer naar Frans Moret. Dat was een fopwinkel. Ja. Geweldige zaak. Twee van die echt super grappige figuren daar. Echt puur Rotterdams gasten. En West was dat toch niet? Ja. Daar had ik dus zo'n neplul met een elastiek gekocht. Die kon je dan zeg maar om je enkel doen. Dat leek net of die onder je broek gedaan was. Dat leek alsof je heel groot geschapen was. Maar die had ik dus, ik had altijd de korte broek aan. Die had ik dus om mijn bovenbeen. En Benak was natuurlijk aan het praten. Dood en verderf. Iedereen natuurlijk mega ziek van die wedstrijd. Ja. En logisch. En ik iedere keer als Benak niet keek, trok ik dat broekje iets omhoog. En dan zag je die neplullen. En liet ik dan naar Kees zien. En Kees die begon steeds harder te lachen. En die kon niet meer inhouden. En die, Leo die zegt iedere keer... Even wonderen, godverdomme, doe je juist normaal, joh. Dat is helemaal niet het goede moment. Ja. Kijk, uiteindelijk was ik zelf niet de dupe, maar later dacht ik van, eigenlijk helemaal niet zo. Maar goed, als ik trainer ben, word je natuurlijk gek als je het ziet. Ja. Dus nu zit je aan de andere kant en denk even een beetje, daar denk je helemaal niet over na van, dus het goede moment, je doet dat gewoon. En Kees heeft je nooit verlinkt van, het is mijn Bosveld zijn. Kijk die Bosveld er zitten. Uiteindelijk niet, misschien later, maar op dat moment niet. Dus dat was wel even goede. En waren het in Engeland een beetje dezelfde soort geintjes?
Ja, ik moet zeggen, dat is een grap van Kees trouwens. Ik heb van Kees ooit geleerd. En stond in de kroeg en zei van, je piemel uit de broek. En zei tegen iemand, tik je zo aan, van het is een griet. En zei van, wat vind je van mijn nieuwe schoenen? Wel in het Engels dan, hè, in Engels. Maar dus dat hebben we al een paar keer gedaan. Dus op een gegeven moment noemen ze mij New Shoes. Dus wacht even, die grap heb je van Kees in Nederland geleerd en heb je meegenomen naar Engeland. Copyright is van Kees. Maar het schijnt dat ze dat nog steeds doen daar in Manchester. Ja, dat zou zo kunnen. En met wie ging je op pad dan daar in Manchester bijvoorbeeld? Nou, in het begin met Richard Dunn en met Danny Theato, Australië. Met Danny ging ik veel om. Nicky Weaver als reservekeeper. Mm-hmm. Altijd wel zwak voor reservekeepers. Nee, maar... een klein groepje. En ik ging ook wel behoorlijk om met Ruud van Nistelrooy. Die zat toen bij United. Okay. Dus ja. En na de wedstrijd gingen we ook wel eens op pad. We zijn ooit een keer tegen QPR gespeeld. Op dinsdag FA Cup. Zouden we zaterdag tegen Southampton spelen. Ja. Toen gingen we gelijk door voor teambonding. Toen zijn we daar zeg maar die woensdagavond op pad gegaan. Wel stiekem met de materiaalman. Allemaal gasten nog erbij. Maar met ook nog twee spelers in het team die... in de AA-kliniek hadden gezeten vanwege drank. En was Kevin Keegan wel behoorlijk, zat er wel bovenop. De dus, manager was dat, ja. Uiteindelijk hadden we gewonnen die zaterdag. Die dinsdag ook gewonnen, zaterdag gewonnen. En die zondagmorgen in de tabloids stond Robbie Fowler op de foto met hier een sigaartje en twee biertjes. En zo met een vrouw onder ieder oksel. Ja. Dus nou, toen moest de maandag natuurlijk op de club allemaal bij elkaar komen. Toen hadden we al van tevoren gezegd van, joh, de jongens van de AA-kliniek die zijn niet mee geweest. Okay. De materiaalman niet mee geweest. Dus bleef ik met een mannetje van 8 over. En ja, ik was de oudste, dus ik kreeg gigantisch op mijn lazen. Maar je hebt hem zeg maar genomen voor het team? Van, ja, ik heb hem toen genomen. Ja, het kost me twee weken salaris en... en verder niks. Dus dan zit je met Kevin Keegan, de manager, zit je in een soort ruimte. Ja, en dan die gaat je even de les lezen van wat daar gebeurt. En dan moet jij neemt het even voor zo. Eerst met de hele groep. En toen, toen heb ik het wel een beetje op me genomen. Heb je er een paar meegeteerd? Zij waren er ook bij. Ja, en uiteindelijk zei ik... Toen moest de rest weg. Toen bleef ik alleen één op één met hem over. En toen kreeg ik natuurlijk geëikte verhaal van... joh, je bent ervaren. Je moet juist een goed voorbeeld zijn. Ik zei, klopt ook. Zeg maar, volgens mij heeft het hartstikke goed gewerkt. Ja. Ik zeg, ik was... John Travolta van Nederland op de dansvloer. Ze zeiden, we hebben dinsdag gewonnen, zaterdag gewonnen. Mooi, wat wil je nog meer? Ja. Ah, dat vond ze niet grappig. Dus toen zei hij van, je krijgt 2 weken boete en je slaagt in wat ingehouden. Heb je die nog geïncasseerd bij Robbie Fowler? Want die heeft moeten betalen dat hij ze met 2 vrouwen op een sigaartje kon zitten. Robbie werd uiteindelijk natuurlijk werd wel een groepje bestraft. Ja, okay. Maar Robbie was wel de sjaak. Ja, maar meer privé denk ik dan... komt wel leiden in 2 weken. Dat snap ik. Wie is eigenlijk zelf de grootste maverick met wie jij hebt gespeeld in die lange carrière van je? In dat team zat ook Joey Barton. Dat was ook vrij koekoek. Ja. En, ik had er wel een hele goede band mee. We hebben ook wel eens gevochten vrij in het begin. We waren ook een beetje concurrenten. Met elkaar? Ja, op de training. Ah, dat is ook een knokker natuurlijk, Joey Barton. Dat heb ik zelf ook wel. Als ik die rode waas krijg, dan... Want hoe gaat het dan gewoon? Gebeurt het op de training? Ja, hij zet hem echt over de bal, bewust. Dus dan zoek je revanche. Dus dan pak je hem gelijk terug. En toen uiteindelijk kreeg je een opstootje. Ja, dat gebeurt 100.000 keer. Mm-hmm. Alleen... ja, met hem was het daarna gewoon prima. Het was ook een beetje, denk ik, grenzen aftasten. En, ik heb nog regelmatig met hem, of regelmatig, maar zo nu en dan wel met hem contact. Ja. En maar toch even, ik denk, jij bent de knokker, Barton is de knokker, dat is een knokpartij. En dan houdt het daarna gelijk op, of heb je daarna nog uitgesproken, of maakt het gewoon gereed uit? Nee, daarna was het klaar, maar zo was het wel vaker. Dat was het in principe wel vaak. Er werd wel vaak geknokt. En dan was het na de training. Je moest altijd even afkoelen. En dan was het weer goed. Maar was knokken nu. Als ze nu zeggen het is geknokt op de training. Dan is het 2 keer geduwd. En een beetje hoofd tegen hoofd gestaan. Was het dan wel met een paar goede tikken uitgedeeld ook? Ja, je ziet toch vaak dat er van allerlei vredesduiven tussen springen. Dus, dus dat hou je altijd. Maar fijn het ook wel eens geknokt. Dat ik naar binnen werd gestuurd. Dat soort dingen. Ja. Weet je, soms is het heet van eens van de strijd en je bent niet altijd in je beste humeur. Dus dan soms bijt je van je af.
Hoe ga je daar nu als TD mee om? Stel bijvoorbeeld, er is een jongen die vaker te bocht vliegt. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk probeer je zo'n jongen te helpen, want uiteindelijk doe je jezelf tekort. Je schiet er vaak niks meer op. Aan de andere kant vind ik wel dat emotie ook een beetje erbij hoort. Dus je moet het ook wel soms kunnen ventileren. Alleen ja, moet je spelen leren om dat beter te doen. Want ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk ook de rol, zeg maar, waar je nu in zit, dat je ook met zulke dingen te maken hebt. Dus bijvoorbeeld, hoe zou jij ermee omgaan? Er komt een krantenkop uit, assistent trainer opgepakt in het nachtleven na kampioensfeest. Een paar raken tik uitgedeeld. En dat komt nu bij jou, zeg maar, op het matje. Ja, ja, dan wil je altijd zijn kant van het verhaal horen, denk ik. En dan moet je er wat van vinden, ja. Ja, dat ja, komt in de beste families voor. Jij zegt, dat kan het best overkomen. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, goed, weet je, wat ik net zeg. Soms reageer je impulsief of gewoon... Als je niet tegen onrecht kan en er gebeuren dingen waarvan jij vindt dat is niet oké. En ja, dan zijn er twee opties. Je loopt weg of je gaat de confrontatie aan. Jij lijkt me niet de type die wegloopt in zo'n situatie. Toen niet. En maar ik kan ook wel voorstellen dat je dat ook wel lekker is om zo'n spelertje erbij te hebben, zo nu en dan, in je team. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben afgelopen zomer ook echt wel gekeken naar zeg maar de grinta, zoals ze dat noemen. Dat is toch best wel lastig. Ja. Om dat soort types te vinden. Ja, ja dus, dat is denk ik ook wel veranderd ten opzichte maar goed, van hoe het was. Dit is natuurlijk, er zijn wel twee verschillende dingen. Je hebt een bepaalde passie op het veld en agressiviteit tot een bepaalde hoogte. En je hebt natuurlijk randzaken die je beter voor elkaar moet hebben. Ja. Oké, ik denk dat we rond zijn wat dit betreft. En zoals jij weet, je hebt van Fokker het huiswerk gekregen. Sluiten we altijd veel af met een rondje aanraders van de week. Zeg maar, Paul. Aanraden van de week. Nou, ja. Ik heb op vakantie een boek gelezen. Ik ben wel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Het gaat over de grootste overval aller tijden. Mm-hmm. Dat is in Almelo geweest, in de Nederlandse Bank. Dat is echt wel een supermooi boek. Dat schrijven we Frank Kraken. Dat zou ik aan willen raden. Dat is echt indrukwekkend. 46 miljoen. Hoe heet het boek? De grootste bankoverval aller tijden. Cool. 46 miljoen, dus op zich. En in die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, ook wel veel risico. Ja. Voor het goede doel, zeg maar. Het is al een bizar mooi boek, wat je eigenlijk niet weg kan leggen. De lijst. Leuk. Thomas, ga je hem lezen? Ik ben geen lezer. Luisterboek, heb je ook, hè? Ja, heb ik, ja. Wel, je luistert ook niet graag, hè? Nee, ik luister ook niet graag. Ik dacht, luisteren sowieso veel Rotterdammers deze week. Ik ben een paar weken geleden gestuurd op een of ander Instagram profiel. Dat kan je tegenwoordig ook aanraden, heb ik vernomen van Maarten. Steden, Insta profielen, het kan allemaal. Maar er is één Instagram profiel en eigenlijk is het niet leuk. Het is tegelijkertijd een klein beetje vermakelijk, maar het laat denk ik ook wel onderlicht een heel groot probleem zien in Rotterdam. Je gaat toch niet die crackpagina aanraden? Ja, man. Wat? Crackpagina? Crack City 010. En dan dus eigenlijk... zijn dat de mensen, ik weet niet wat ze precies willen, maar ze hebben zijn Instagram pagina gestart om eigenlijk te laten zien. En er zit wel een serieuze gedachte achter. Hoe slecht het eigenlijk gaat met de stad. Terwijl iedereen doet alsof Rotterdam de mooiste stad van de wereld is. Laat zij zien wat er eigenlijk allemaal mis is. En vieze plaatsen. En ze laten gewoon heel veel mensen zien die helemaal naar de tering zijn. En er is gewoon best wel een groot armoedeprobleem in de stad. En dat uit zich uiteindelijk in heel veel daklozen en heel veel junks weer op straat. En dat is... Ik heb dat toen ik jong was, rond 16, 17 meegemaakt, dat dat best wel een groot probleem was. En dat is uiteindelijk verdwenen. En dat lijkt nu weer een beetje terug te komen. En vooral in Rotterdam-West en in Zuid zie je gewoon een hele hoop mensen die echt naar de tering zijn en gewoon over straat lopen en aan hun lot worden overgelaten. Dus dat is denk ik een beetje het onderliggende probleem. En tegelijkertijd, ja... zitten er ook gewoon wel een paar mooie paradijsvogels tussen die je ze nu dan ook niet kan laten lopen. Dus ik zou een gokje gewoon even kijken wagen op. City 010? Ja, zo heet dat. Zo heet, okay. Het Instagram, zo heet die Instagram pagina. En het is denk ik vooral ingericht om te laten zien dat Rotterdam helemaal niet altijd even mooi is. Maar dat er ook een hoop mis is nog. Mooi. Fok, het is niet mee. Hij heeft zich mooi eruit gered. Okay, ik dacht eerst, hij gaat een beetje grappig lopen doen over een aantal junkies die op die pagina worden gegooid. Maar je had een goed verhaal. Goed, Rinsie. Ja,
Over 2 maanden komen de verkiezingen eraan. Had ik toch eerst moeten gaan? Nee, dat is wat anders. Ik weet wat jij gaat zeggen. Ik denk wat jij gaat zeggen. Maar ik dacht, we gaan de komende tijd toch af en toe eens over hebben. En misschien een aantal dingen delen die de moeite waard zijn om naar te kijken of te luisteren. En je hebt van die actualiteitenprogramma's. Als je een beetje wil verdiepen, dan kan je naar Op 1 en Nieuwsuur. Dat is al aan de vrij serieuze kant. Dus als je er geen zin in hebt, vind ik de avondshow van Arjen Lubach eigenlijk iedere week of iedere dag heel sterk. Gaat over van maandag tot donderdag, dacht ik. Het is gewoon op een leuke, grappige, slimme en originele manier een blik op de actualiteit. En op niet alleen op de verkiezingen, maar ook over wat er verder speelt. Gisteravond, dinsdagavond, was er een item over die influencers die allemaal die vitaminepillen de hele tijd aanbevelen. Daar is ook van alles mee mis. Dus je steekt elke dag op een leuke, vlotte, grappige manier wel iets van op. Dus dat is mijn tippie. Dat is mooi. Ik heb een tijdje terug de overlap aangeraden van Gary Neville. En ik ben een beetje erin gedoken in zeg maar, al die Engelstalige voetbalprogramma's. En er is eigenlijk eentje die nog veel beter is. En dat is de podcast The Rest is Football. Dat is van Gary Lineker, Micah Richards en Alan Shearer. En sowieso als mensen naar ons luisteren, dan hebben ze blijkbaar iets met voetbal. En zij doen eigenlijk wat wij doen, maar dan 10 keer zo goed. En kijk, bij ons is het op een gegeven moment, wij lopen er wel eens tegenaan dat we dan een onderwerp hebben en dat we denken, ja, mensen zijn misschien ook wel klaar om Roy Kortsmit, Michel Breuer en Morten Thorsby te horen. Mm. Maar bij hun gaat het dan de hele tijd over Paul Gascoigne. Noem op, Lineker heeft jaren in Barcelona gespeeld. Micah Richards is een beetje de Fokker van het stel, dus die heeft de slechtste carrière gehad, maar die is wel kampioen geworden met City. En die heeft voor het Engelse elftal gespeeld. Dus zij doen eigenlijk wat wij doen op een stuk hoger niveau. Ja. En ze zijn ook nog eens erg grappig. Dus the rest is football. Eens. Mooi. Paul, jij lijkt me een rockliefhebber of een... Country. Nee, of gewoon... Country. Slager. Slager met smartlap. Het is één van de twee, denk ik. Waar gaan we naar luisteren? Of ik vergis me volledig, dat kan ook. Nee, ik ben wel van de rock, maar ook wel van Nederlandstalig op zijn tijd. Maar ik zou Stone Temple Pilots Plus, is denk ik wel een nummer waarvan ik altijd, als ik die hoor, dan daar gaat van alles bewegen. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat het op de maat is, maar... Kom dan de John Travolta weer naar boven. ja. Oké. Okay. Dus, dat is wel een nummer wat mij altijd, al heel lang gewoon een van de favorieten is. Mooi. Gaan we naar luisteren. Dank voor je komst. Dat was hartstikke leuk. Het was warm in de studio. Het was warm, maar goed. Hartstikke leuk dat je er was. En dank voor het luisteren. Tot volgende week. Tabé. Hoi.